Krijg weer hoop. Ontdek de onbegrensde kracht van hoop. In de afgelopen 40 jaar dat ik Gods woord over de hele wereld heb onderwezen, heb ik veel fantastische mensen ontmoet uit alle lagen van de bevolking. Sommigen deden het geweldig. Ze leken alles goed voor elkaar te hebben. Anderen vertrouwden me toe dat ze nauwelijks rondkwamen. Van dag tot dag leefden en probeerden de eindjes aan elkaar te knopen. En vele anderen hadden te maken met omstandigheden die zo moeilijk waren dat ze zich, eerlijk gezegd, verslagen en overweldigd voelden door het leven. We zullen allemaal wel eens in ons leven te maken krijgen met een gevoel van hopeloosheid. En ongeacht wie we zijn of wat onze situatie is, hoop is iets wat we allemaal hard nodig hebben. De reden hiervoor is dat hoop een onblusbaar vuur is dat zegt: niets is onmogelijk met God. Het is het besef dat God daadwerkelijk verwacht, zoekt en verlangt om jou zijn goedheid te tonen. Hoop stabiliseert je hectische gedachten en emoties. Het is het besef dat geen enkele storm groot genoeg is om God ervan te weerhouden jou te redden. Tegenwoordig is het makkelijk om uitgeput te raken door hopeloosheid. Mensen verliezen hoop wanneer ze overweldigend verlies ervaren, geconfronteerd worden met mislukkingen of gekwetst worden door mensen die ze vertrouwen. Net als de meeste van jullie begrijp ik hoe het is om je wanhopig te voelen. Ik heb 23 jaar van mijn leven doorgebracht met pijn, misbruik, teleurstelling, ontrouw en de ene slechte gebeurtenis na de andere. Ik durfde niet meer te hopen. Ik zei vaak: als ik niets goeds verwacht, kan ik ook niet teleurgesteld zijn als het niet gebeurt. Maar toen ik serieus werd over mijn relatie met God en zijn woord begon te bestuderen, ontdekte ik echte hoop. Ik leerde waarom hoop belangrijk is en hoe krachtig hoop kan zijn. Verwacht het goede. Hoop is een positieve verwachting dat er iets goeds in je leven zal gebeuren vanwege Gods grote goedheid. Het is geen halfslachtige, vage, afwachtende houding, maar een bewuste keuze die we elke dag moeten maken. Hoop en geloof gaan hand in hand. Hoop stelt ons in staat om moeilijkheden en lange wachtperiodes te doorstaan. God gebruikt deze momenten om karakter en volharding in ons te ontwikkelen. In Psalm 27, vers 14 staat: wacht op de Heer en verwacht Hem. Wees dapper en vastberaden. Ja, wacht en hoop op de Heer. Hoop daagt ons uit om te geloven: weet je wat? Misschien komt het toch nog goed. Het is dat soms onverklaarbare, maar altijd onmiskenbare gevoel dat, zelfs op een slechte dag, je niet wilt opgeven. Jesaja 40, vers 31 vertelt ons: maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen rennen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Hoop in God is krachtig. Ongeacht wie je bent of in welke fase je leven zich bevindt, je kunt niet succesvol functioneren zonder hoop op God. Als de omstandigheden slecht zijn, heb je hoop nodig om door te gaan. En als ze goed zijn, heb je hoop nodig dat ze zo blijven. Hoop geeft ons energie en motiveert ons om actie te ondernemen door ons aan te moedigen stappen in geloof te zetten en in gehoorzaamheid aan Gods woord te handelen. Hoop gelooft moedig, neemt gedurfde beslissingen, spreekt met overtuiging en volhard gepassioneerd. Wanneer we doelbewust hoop omarmen, beïnvloedt dat onze gedachten, onze houding, onze kijk op dingen en de manier waarop we spreken. Hoop bouwt ons op terwijl we op God wachten.
Het brengt vreugde voort en de vreugde van de Heer wordt onze bron van kracht. Nehemia 8, vers 10. Hoop is motiverend omdat je een taak te vervullen hebt. Je hoeft niet achterover te leunen en te wachten tot er een antwoord uit de lucht komt vallen. Je kunt je hoop aan God voorleggen, hem om zijn wijsheid vragen en dan echte en praktische stappen zetten richting je doel. Een hoopvol leven leiden. Stel jezelf de vraag, volg ik God of vraag ik God om mij te volgen? Als je een leven vol hoop wilt leiden, is het beste wat je kunt doen het leiderschap aan God overdragen. Wanneer je zegt, Heer, ik kies ervoor om uw leiding te volgen. Ik geloof dat uw plan oneindig veel beter is dan mijn plan ooit zou kunnen zijn. Is dat net als een vertrouwensval? Je vertrouwt erop dat iemand je zal opvangen. Maar er is één groot verschil. God doet meer dan je alleen opvangen. God vangt je op en tilt je daarna hoger dan je daarvoor was. Plan dus je toekomst en werk ijverig om de taken die voor je liggen tot een goed einde te brengen. Doe dit echter nadat je tijd met God hebt doorgebracht en zijn leiding en richting hebt gevraagd. Laat hem de leider zijn en besluit hem van ganser harte te volgen in het vertrouwen dat hij een groots plan heeft en dat hij dat plan tot in de perfectie zal uitvoeren. Het onmogelijke overwinnen. Ga er nooit van uit dat wat je hebt meegemaakt of waar je nu staat het beste is wat je kunt bereiken. En wanneer je doel of situatie onmogelijk lijkt, bedenk dan dat niets onmogelijk is voor God. In Matteüs 19, vers 26 zei Jezus, bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Het maakt niet uit hoe de situatie om je heen eruit ziet. God is groter dan welk obstakel je ook tegenkomt. Alles wat nog nooit gedaan is, lijkt onmogelijk totdat iemand het doet. Dus waarom zou jij dat niet kunnen zijn? Laat je gedachten geen belemmering vormen voor wat je in het leven kunt bereiken. Denk groot, zoals God dat doet. Je volgende stap. Kies ervoor om te geloven dat God iets beters in je leven gaat doen. Kom op, krijg weer hoop. Durf je verwachtingen hoog te stellen. God leidt je naar iets wat beter is dan je ooit durfde te dromen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je. En tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.